Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Camiel Kuiper. Camiel, je bent van Buddy Payment, maar de app die jullie hebben heet Buddy. Ja. Wat doet die app? Het is een bankierenplatform voor kwetsbare Nederlanders. En wie... Zo'n hele korte pitch. Ja, dus ja. Ik ben een kwetsbare Nederlander, zeg maar. Hoe voel ik me aangesproken tot de app? Ja. Nee, het komt eigenlijk vandaan van de schuldenproblematiek in Nederland, die erg groot is, schrikbarend groot. En we hebben eigenlijk gezegd van Nederlanders die schulden hebben of een risico op schulden hebben, die krijgen niet altijd of hebben niet altijd toegang tot de hulp die ze eigenlijk zouden moeten krijgen. En we hebben eigenlijk gezegd van ja, wij gaan een vorm van bankieren ontwikkelen. Van dagelijks bankieren, dat is ook echt iets wat je dagelijks doet. En de hulp eigenlijk die je nodig hebt, die krijg je erbij. En dat is dus een vrij grote groep. En dat doen we nu via gemeenten, kredietbanken, schuldhulpverleners, zorginstellingen. Hoe geven jullie die hulp? Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat in de praktijk? Wat een voornaamste ding is van buddybankieren, is dat we de vaste lasten eigenlijk apart zetten. Die scheiden we van het leefgeld. Dus eigenlijk het saldo wat je ziet in je bankapp, dat is bijvoorbeeld 300 euro. Maar eigenlijk normaal gesproken zou er 1500 euro op jouw rekening staan. Waardoor je veel minder goed beeld zou hebben van, goh, hoeveel geld heb ik eigenlijk te besteden? Hoe lang moet ik daar nog mee doen? En we hebben eigenlijk visueel gemaakt hoeveel je dan nog te besteden hebt. We merken ook dat mensen... Kun je zelf niet rijk rekenen, dat is eigenlijk een beetje precies, het idee. Dat is een van de voordelen. Dus dat is het bankaire gedeelte eigenlijk, cash management, inzicht geven in de gelden en ook daadwerkelijk gelden apart zetten, zodat je niet kan overbesteden. En het andere stuk is eigenlijk een coaching gedeelte. Want we merkten dat hulpverlening niet alleen maar bestaat uit cash management en de juiste visuals geven, maar ook uit proactieve communicatie, bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen. Als je inkomen stijgt, ook al is het maar een heel klein beetje, dan kan dat net invloed hebben op een bepaalde toeslag die je krijgt. En het is een vrij actueel onderwerp op het moment. Als dat net niet lekker gaat, dan kun je daar een ontzettend groot probleem kan daar ontstaan. Waarom zijn jullie het gaan doen? Ik had hiervoor samen met twee compagnons een andere onderneming. Toen hebben we onder andere betaalplatformen ontwikkeld voor goede doelen. Ook de pincollectebus hebben we toen gemaakt. Ja. Dus we waren al richting payment waren we bezig ook. We waren bezig in een sector waar systemen heel goed beveiligd moesten zijn. Dat hebben we toen wel geleerd. En mijn vader was toenertijd wethouder sociale zaken in Zoetermeer. Ook verantwoordelijk voor armoede. En die zag gewoon van ja, er zijn heel veel mensen met een hulpvraag. En we kunnen gewoon een hele grote groep daarvan, eigenlijk de allergrootste groep daarvan, niet goed helpen. Omdat ze of niet bij ons aankloppen. Maar als ze dat wel doen, dan kunnen we ze ook niet altijd helpen. Omdat de huidige hulp die we bieden eigenlijk veel te kostbaar is. En wij wisten toen van, hey, PSD 2 komt eraan, dat is een nieuwe betaalwetgeving. Bij jullie ongetwijfeld wel bekend. Vaker over gehad. Maar die maakt het dus mogelijk dat je rekeninginformatie kan inzien. En dus wij snappen goed wat er moet gebeuren. En die maakt het ook mogelijk dat je betalingen kan initiëren namens een gebruiker. En dat is samen eigenlijk een ontzettend krachtig middel om cash management te doen. En eigenlijk het belangrijkste wat je zegt, want de traditionele schuldhulpverlening en er zijn natuurlijk tal van instellingen die mensen begeleiden bij het op orde krijgen van je financiën, zeggen dat is eigenlijk te duur. Soms is het te duur, soms is de drempel ook gewoon te hoog. Er zijn mensen die hebben in principe geen schulden, maar wel een heel groot risico daarop. En dan ga je niet bij een schuldhulpverlener aan tafel zitten, dat is inderdaad dan te kostbaar. Maar je ziet zelf ook niet de urgentie ook niet, hè. Maar dan zou je bijvoorbeeld een buddy-app kunnen gaan gebruiken. Hier komen gelijk wel een paar privacyvragen natuurlijk ook bij me op. Als je zegt, van, weet je, ja, mensen hebben geen probleem, maar zijn wel kwetsbaar. Wie bepaalt dat? In principe hebben wij gezegd, de gemeente, als er iemand bij de gemeente aanklopt die in principe niet voor de reguliere hulp in aanmerking komt, dan kan de gemeente zeggen, zou je buddy willen gebruiken? Okay. En dan kan die persoon zelf kiezen, nou, dat lijkt me wel wat, zo'n buddy-bankieren-app. Of die persoon kan zeggen, nou, ik kwam hier misschien voor hulp, maar die gekke app, dat lijkt me ook niks. Dus ik doe dat niet. Dus dat is helemaal je eigen keuze. Ja, want je zegt eigenlijk met PSD 2, zo werkt het ook, je moet toestemming geven. Dan kan een derde partij, en dat zijn jullie, al je bankaire gegevens gebruiken voor een product wat je levert. Ja. Dus die derde partij die staat onder toezicht bij van de Nederlandse Bank, maar ook van de AFM en de autoritaire persoonsgegevens.
van de autoriteit consumentenmarkt. Dus dat is best ingewikkelde materie. Niet iedereen vraagt zomaar zo'n vergunning aan. Er zijn nog wel eens mensen of partijen die denken dat dat dan heel gemakkelijk is. Maar dat is gewoon echt niet zo. En die persoon die geeft dus Buddy Payment, onze organisatie, toestemming tot inzage in de bankgegevens. En vanaf dat moment kun je eigenlijk Buddy gewoon als een dagelijkse bankieren-app gebruiken. Maar wat er dus, daar waar je eerst al je transacties op een rijtje ziet staan en je saldo ziet staan, zeggen wij eigenlijk van, nou, jouw saldo, dat is nog maar 200-300 euro. Dat is eigenlijk al het geld wat je niet aan anderen hebt beloofd. En zo voorkomen we een hoop problemen. En eigenlijk het coaching gedeelte, dat is hetgeen waar we nu ontzettend op aan het doorontwikkelen zijn. Dat is dus inderdaad toeslagtoetsing. Denk aan huurtoeslag bijvoorbeeld, maar denk ook aan lokale regelingen. Bijvoorbeeld een stadspas voor mensen die op een minima inkomen zitten. Ja, hoe werkt dat dan? Want is daar een uitgebreide intake waarin je eigenlijk je hele financiële situatie door moet en moet invoeren? Of gebruiken jullie daar monitoring waardoor je het uiteindelijk zelf kunt waarnemen wat er gebeurt op zo'n rekening? Ja, nee, inderdaad. We hebben gezegd, eigenlijk met de ontwikkeling van Buddy, van wat we nu zien is dat er te weinig mensen zijn om al die mensen te helpen. Ja. Dus onze oplossing moest vooral werken zonder mensen. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Dus wat we eigenlijk doen is op basis van het verleden van jouw betaalgegevens, maar we zien daar ook jouw inkomen bijvoorbeeld uit, bepalen we hoe jouw situatie van de volgende maand eruit ziet. Dus op basis van het verleden voorspellen we de toekomst. En daar op basis van als je inkomen binnenkomt, zetten we direct de vaste lasten apart. Ja. En bepalen we bijvoorbeeld ook van, we zien dat je inkomen hoger is. Je ziet gewoon precies, je betaalt 382 euro elke maand aan de woningbouwvereniging. Oké, dat zet je apart, zoveel gas en licht, noem maar op. Maar die toeslagen, jij noemde het al, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Ja, dat is een erg ingewikkelde materie. Ja. En daarom hebben we ook, het landelijke toeslagen is op zich nog te doen. Maar daar hebben we ook een partner voor die al die lokale regelingen eigenlijk in een database heeft zitten. En wij toetsen eigenlijk continu bij iedere mutatie op iemands banktransacties. Toetst het algoritme eigenlijk een hele uitgebreide regelset. En dat zijn meer dan 1600 regelingen. Om te kijken of je nu, en dat is natuurlijk afhankelijk van waar je woont, van nog allerlei andere facetten. Of er iets veranderd is in jouw situatie. En als dat zo is, dan gaat er eigenlijk een vlaggetje omhoog en dan zegt het algoritme, hé, we moeten hierop anticiperen. Dan zegt die beste gebruiker, wist je dat? Ja, precies, want de vraag is dan even, gaat er dan bij jullie ergens een alarmlichtje af of heb je dan direct naar de gebruiker toe? Ja, dus er is geen één medewerker bij ons die dat kan zien. Okay. Maar het algoritme is eigenlijk zo getraind dat op het moment dat er zo'n vlag omhoog gaat, dan weet hij, hé, dan moet ik hier zijn en dan gaat de chatfunctionaliteit, gaat de volgende bericht naar iemand sturen. Ik vraag me altijd af, want jullie zijn nog niet eens live. Hoe weet je dat nou zo zeker? Dat het algoritme zo goed is getraind. We hebben het uiteraard uitgebreid getest. Dat ga ik vanuit. Maar dat als ik in een willekeurige maand een extra klusje heb en ik krijg 300 euro extra overgemaakt en ik woon in de gemeente Coevorden, dat net betekent dat ik 20 euro over de drempel heen ga, waardoor ik de maand daarna mijn woontoeslag kwijtraak. Dat is ook best wel, ingewikkeld. Ja. Dus het is, we doen dat ook stapsgewijs, in kleine stappen. We beginnen nu met de landelijke regelingen. Ja. Daarvoor is het beter te bepalen. Maar bijvoorbeeld wat jij netto als inkomen op je rekening gestort krijgt, dat is nog anders dan het inkomen waarop jouw toeslag wordt getoetst. Ja. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je daar declaraties in hebt zitten. Ja. Dus dat zijn wel zaken die we dus met een bandbreedte moeten nemen. En we zeggen dus ook niet, nou, we weten 100% zeker dat X, Y, Z. Geven aan, Buddy zegt dan, ik heb het idee dat je hier naar eens zou moeten kijken. Let en op. Eigenlijk die trigger. Let op, wij denken, check even of dit is wat. Hey, ik las ergens dat jullie eigenlijk met een stuk of 7-8 gemeentes, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Almere, Enschede, Maastricht, Leiden, Alkmaar, eigenlijk een deal hebben, maar jullie zijn nog niet gelanceerd. Hoe zit dat? Dat is een goede vraag. Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. We zijn eigenlijk, we hebben met die gemeente in 6 verschillende werkgroepen ongelooflijk intensief samengewerkt. Ja, ook om je product te maken. Om het product te verbeteren, wat we zagen. Ja. Want wij hadden een hele technische kijk op de zaak. We zijn een club uit Rotterdam met vooral technische mensen. We zijn met z'n 11 die heel erg in theorie en met techniek naar dit probleem aan het kijken zijn. En we merkten als we in gesprek gingen met budgetbeheerders dat de praktijk toch best wel er anders uitzag af en toe. Ja. Af en toe, dan zeg ik het, dat is zacht gezegd. Maar dus die werkgroepen hebben ons eigenlijk geholpen om dat product te verbeteren en te fine-tunen. Ook partijen zoals Stichting Lezen en Schrijven, die met ons met de teksten meekijken.
En we zijn dat eigenlijk uit gaan rollen op een gegeven moment in die 8 gemeenten. En toen kwam op een gegeven moment de gemeente Rotterdam bij ons terug en die zei, ja, dit moet worden aanbesteed. En dat was voor ons even schrikken. We hadden daarvoor al dat al wel uit laten zoeken. We hadden ook juristen gevraagd om daar naar te kijken. Maar dat bleek onverhoopt, bleek dat toch het geval. En dat was wel als, nou, toen die inkopers daar eenmaal hun zegje over hadden gedaan, toen was dat ook zoals het was. Dus we zitten nu in een aanbestedingstraject eigenlijk. En dat zijn nu in totaal 66 gemeenten die aanbesteding, die daarbij aangesloten zijn. Dus het is ook wel, als we door de aanbesteding heen zijn, dan kunnen we dit ook echt, dit product breed echt gaan uitrollen. Ja. En eigenlijk nu in de tussentijd zijn we vooral met zorgpartijen aan de slag in gesprekken. Ralf en ik komen net uit Almelo, daarvoor in Hengelo. Dus het is wel door heel het land heen. Die zorgpartijen, wat is dat? Want de gemeente, snap ik, die zitten met die schulden. Die zijn hele afdelingen kwijt aan hulpverlening. Dus ik zie de win-win daar onmiddellijk. Wat ben je met verzekeraars of? In dat geval, het is vaak op het moment dat er sprake is van multiproblematiek, dus er is sprake van een stukje psychiatrie of andere vormen van problematiek, dan zijn schulden daar heel vaak een onderdeel van. En dus op het moment dat er intensieve zorg wordt geleverd, dan is het vaak zo dat er ook een vorm van financiële hulpverlening benodigd is. En in dat geval is het eigenlijk hetzelfde als bij de gemeente, er worden vrij zware middelen en vrij kostbare middelen ingezet om die groep te ondersteunen, terwijl dat kan ook best wel betuttelend zijn. Op het moment dat er altijd maar iemand is die zegt wat je wel en niet kan doen. Dus we zitten daarin met de buddybankieren heel erg op autonomie. Je krijgt ondersteuning waar je dat nodig hebt. Dat zit echt op grote fronten, zoals de vaste lasten worden netjes betaald. Je krijgt een stuk coaching op. Echt belangrijke onderdelen, maar je kan verder wel zelf bepalen waar je geld aan uitgeeft. Ja. Hey, als je de... Waar ik even over naast het ding, wat je aan het doen bent, is volgens mij uiteindelijk zorgen dat mensen zo verstandig mogelijk met hun geld omgaan. Ja. Geld, is dat eigenlijk niet voor iedereen een waardevolle dienst? Nou ja, wie weet. Wij hebben in ieder geval gezegd van, we vinden het een mooie uitdaging om dat te doen voor de mensen die daar het meeste behoefte aan hebben. Maar we zeggen inderdaad wel van, wij doen eigenlijk een vorm van sociaal bankieren om mensen te helpen met het maken van financiële keuzes. We hebben de vraag zeker op het gebied van toeslagtoetsing, maar ook op het gebied van precies in kaart hebben wat dan je vaste lasten zijn en wat je dan nog over hebt, dat misschien wel voor een bredere groep interessant is. Op dit moment richten we ons gewoon volledig op het sociale domein, op gemeenten, op zorgpartijen. We gaan kijken wat de toekomst brengt. Hoe werkt het businessmodel dan? Normaal gesproken zou jij, als je met je financiële start-up begint, niet denken van ja, ik ga me op gemeentes richten en daar het geld vandaan halen, toch? Ja. Dan zou je ergens anders gaan kijken waar het grotere geld op je ligt te wachten. Ja. Hoe werkt het businessmodel nu? Inderdaad, gemeenten die betalen voor gebruikers, voor inwoners, eigenlijk voor hun inwoners, die zij de buddy-applicatie willen aanbieden. En dus eigenlijk de partij die de zorgplicht heeft. We zijn ook in gesprek met leveranciers van vaste lasten. Je zou dat in een andere context ook schuldeisers kunnen noemen. Partijen die de stroom bijvoorbeeld leveren, maar ja, toch door een groep mensen gewoon slecht betaald worden. We hebben ook wel met die partijen gesprekken. Zijn ze ontzettend veel kosten kwijt aan mensen om aan te manen, na te heffen. Die rekeningen worden hoger. Maar eigenlijk kent dat hele traject alleen maar verliezers. Dus wij hebben gezegd, kun je dan niet in je tweede aanmaningsbrief de Buddy-app aanbieden? Daar wordt ontzettend enthousiast op gereageerd. Dus die gesprekken die zijn er. Dus we zijn ook wel aan het kijken of we dat kunnen verbreden. Want er zijn meer stakeholders eigenlijk in dit veld. Ik las ergens dat de Rabobank betrokken is. Hoe werkt dat in jullie bedrijf? Zijn jullie een initiatief van de Rabobank of zijn ze partner? Of hoe? Ja, we hebben inderdaad een partnership met de Rabobank. We hebben als financiële start-up, als fintech, hebben we ons aan ongelooflijk veel regels te houden. Nou, dat is met 11 mensen is dat soms best wel lastig om al die expertise in huis te hebben. En de Rabobank die kan ons op dat front ontzettend helpen, want die hebben afdelingen zitten met mensen die ongelooflijk veel verstand hebben van een heel klein, maar heel belangrijk onderdeel. Die hebben er dan ook heel veel verstand van. Dus ze helpen ons vooral op het gebied van kennis, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van marketing. Maar wat is dat, een partnership? Zijn ze mede, zijn ze investeerder? Zijn ze mede eigenaar? Op dit moment niet. We hebben daar wel gesprekken over gevoerd, maar op dit moment niet, omdat we op dit moment ook daar financieel in principe geen behoefte aan hebben.
Maar we hebben vooral heel veel aan het kennispartnerschap eigenlijk. En wat hebben zij daar aan nu? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af waarom ze er zoveel tijd in stoppen. Ja. Nee, maar ik heb de Rabobank wel leren kennen als een bank die dit soort ontwikkelingen heel erg belangrijk vindt. Het sociale kant, ja, kijk, van de Rabobank. Bankieren en mensen helpen. De bankiers die vinden dat natuurlijk heel prettig om die twee dingen naast elkaar te zetten. Maar dat is ook misschien niet altijd zo geweest. En de Rabobank profileert zich, zoals ik de Rabobank ken, wel heel erg als een bank die dat ook echt doet. Die zeggen niet alleen dat ze dat doen, maar die doen dat ook echt. Die maken echt tijd voor ons. En zij zien ook dat wij wel iets baanbrekends doen waar veel gemeenten bij aan zijn gesloten. Waar veel partijen in een domein dat interessant vinden, waar zij wat minder actief zijn soms. Dus zij vinden het interessant om deze ontwikkeling te volgen van sociaal bankieren en daar bovenop te zitten. Hoe reageren jullie echte gebruikers, zeg maar? De klant is de gemeente in dit geval, zeg maar. Ja. Diegene die het financieel mogelijk maken. Maar de mensen die jullie als buddy hebben, komen ze ervoor uit dat ze een buddy hebben die ze helpt? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat we aan het begin hadden bedacht dat de buddy bankpas, dat eigenlijk wel een buddy blauwe bankpas moest zijn. Uh-huh. Want ja, dat was iets dat hadden wij blijkbaar bedacht. Ja. Dat leek ons ook wel cool. Maar daarvan werd al in de focusgroepen wel vrij snel gezegd dat dat niet zo'n goed idee was. Dat het liever gewoon een bankpas van de Rabobank moest zijn. Uh-huh. En dat had denk ik toch wel iets te maken met dat of dat dan zou opvallen of niet. Dus ja. Dat was voor ons een eye-opener. Wat we verder zien is dat er positief gereageerd wordt, met name door mensen waar we het nu getest hebben, die uit de schuldhulpverlening stromen. Die vinden het ook prettig omdat ze dan een steuntje in de rug hebben en die vinden het soms best wel eng om het weer zelf te gaan doen. Maar verder, de testresultaten zijn vrij beperkt omdat we op een gegeven moment in die aanbesteding terecht zijn gekomen. Dus dat is voor nu nog even spannend. We verwachten dat we in medio april met de zorgpartijen eigenlijk kunnen starten. Dus dan kan ik een update geven. Ja, jullie zitten nu een beetje met je handen geketend, zeg maar. Ja, in die zin, onze ontwikkelaars die hebben het ongelooflijk druk. Want we hebben wel zoiets van, nou ja, als we straks weer voor de gemeente aan de slag mogen, dan moeten we wel stappen hebben gemaakt op technisch vlak. En op commercieel vlak is het helemaal heel erg druk. Want er is natuurlijk een inkomstenbron weggevallen met de komst van de aanbesteding. Dus bij ons is het alle hands aan dek om met andere partijen eigenlijk die dit interessant vinden, tot afspraken te komen die er bij ons voor zorgen dat we de ontwikkeling kunnen financieren. Jullie zitten met 11 mensen, zei je net. Hoe hebben jullie dit opgebouwd, gefinancierd de afgelopen periode? We hebben hiervoor een andere onderneming gehad die we nu aan het verkopen zijn. En we hebben een betalingsplatform opgericht, checkout.nl, wat betalingsproducten eigenlijk vergelijkt voor MKB'ers. En dat zijn twee ondernemingen die cash hebben gegenereerd, waarmee we de investeringen voor Buddy hebben kunnen doen. Al moet ik zeggen dat we van tevoren niet hadden verwacht dat het zoveel investeren zou zijn. Maar dat is denk ik een klassieke fout van de ondernemende optimist. Ja, maar jullie hebben het op eigen kracht tot nu toe wel kunnen doen. Nou, je doet het heel lang op eigen kracht en op een gegeven moment merk je, goh, we hebben echt wel veel meer geld nodig. Ja. Terwijl, nou ja, we hadden toch ook al wel wat, best wel wat ervaring met innoveren, met ondernemen. Dat je weet, het kost altijd toch een stuk meer geld dan je had gedacht. Maar ja, zelfs dan, ik denk ook dan worden je plannen misschien weer wat groter, waardoor je toch weer een factor meer geld nodig hebt. Dus we hebben ook een aantal leningen aangetrokken en we hebben onlangs een investeringsronde gedaan dat er 15... investeerders zijn ingestapt ook om die periode fatsoenlijk te kunnen overbruggen van de aanbesteding. Dus dat heeft ons wat ruimte gegeven. Ja, ja, maar dat was ook wel even nodig. Dus, ja, dat was nodig. Ja. Je zei het net al even, behalve het algoritme en het analyseren van bankrekeningen en daar allemaal slimme systemen omheen bouwen, zodat je op tijd kunt waarschuwen als er dingen misdreigen te gaan. Is een belangrijk onderdeel van die app ook de chatservice, dus dat mensen contact op kunnen nemen. Dat is nou net niet schaalbaar. Nou, in die zin, dat is een beetje vreemde eend in de bijt voor jullie, lijkt mij. Of hoe ga je dat organiseren? Eigenlijk met de chat geldt hetzelfde als voor de rest. Er zijn niet genoeg mensen om al die mensen te helpen. Dus de chatfunctionaliteit, dat is, daar maken we gebruik van de chatrobot van Google. Dus eigenlijk een
Nou ja, we hadden het er net al heel even over. Ja. Er zit een stukje kunstmatige intelligentie in. En we maken daar gebruik van Dialogflow om eigenlijk op het moment dat er vragen... Wat is dat, Dialogflow? Dat is het platform eigenlijk van Google, wat dus een vraag kan herkennen. Ja. En waar op basis van er eigenlijk een trigger, een intent afgaat in ons algoritme en die weet wat hij eigenlijk terug moet zeggen. Ja. Er zitten nu zo'n 1500 scenario's in. Dus je kan aan Buddy vragen, goh, wat is mijn saldo? Of wanneer krijg ik weer geld? En Buddy gaat dan eigenlijk in de backend op jouw bankrekening kijken om te kijken, hé, de inschatting is dat jij volgende week woensdag weer geld krijgt. Dus die kan allerlei hele persoonlijke antwoorden eigenlijk geven. Dat is eigenlijk de reactieve chat-functionaliteit. En proactief is dus bij elke mutatie dat we jouw financiële situatie eigenlijk langs een regelset halen. En als we zien dat er iets moet gebeuren waar Buddy iets mee moet, dan anticipeert hij daarop en dan gaat hij proactief eigenlijk communiceren. Dus dan krijg je een pushberichtje. En neem je de personen het over als Google het niet kan, zeg maar? Nou, we hebben nu gezegd dat op het moment dat het Buddy-algoritme niet kan beantwoorden, dus die gaat zoeken eigenlijk van, hé, dit kan ik niet beantwoorden, dan vraagt hij, wil je deze vraag dan stellen aan de helpdesk? Als iemand dan ja zegt, dan hebben we eigenlijk onze consent, onze toestemming. En dan komt hij uiteindelijk bij de helpdesk terecht die dan die afgekaderde vraag binnenkrijgt om te beantwoorden. En dat doen jullie in principe in het begin zelf, maar dat kan je uitbesteden. Ja, eigenlijk het idee is dat dat naar de gemeente toe gaat. Maar daar moeten we ook nog een weg in vinden hoe we dat precies gaan doen. En die alertfuncties, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Dat als ik stel, ik heb 250, jullie hebben uitgerekend dat ik zit naar die plaatjes te kijken. Je krijgt een mooi cirkeltje, er staat in dat ik 250 euro te besteden heb. En jullie zien een afschrijving binnenkomen van 129 euro bij de G-Star Roll. Ja. Krijg ik dan een alert van... En ik heb nog 23 dagen te gaan voor me tot ik weer geld krijg. Ja, dan zeggen we inderdaad... Goh, je hebt nog 2 weken om je broek terug te brengen. Nee, dat doen we niet. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar we het over hebben. Maar hoe zit elke zaterdag in... Ja, maar hoe doe je dat? Nee, maar dat is een serieuze vraag. Nee, maar dat zijn dus dingen waar je ontzettend mee op moet passen. Want je wil mensen helpen, maar je wil niet belerend zijn. En dat is een ongelooflijk lastige balans. Sterker nog, die balans is voor iedereen anders. Ja, precies. Misschien heb ik er heel goed over nagedacht. Ik denk, ik moet toch 1 keer per jaar een broek kopen. We zijn nu ook inderdaad met een aantal gedragsspecialisten die ons platform heel interessant is, omdat je heel goed kan testen en je hebt een direct contact met je publiek. Om te kijken van, hoe ga je dat nou het beste inrichten? En hoe ga je nou iemand herkennen? Dat ik tegen jou kan zeggen, je kan hem nog 2 weken terugbrengen, maar dat ik weet dat ik aan iemand anders dat niet in mijn hoofd moet halen. Omdat iemand dan denkt, laat maar helemaal hangen. Een truc daarvan is bijvoorbeeld dat we helemaal aan het begin, als iemand net Buddy heeft gedownload, vragen van, goh, wil je dat ik een strenge coach voor je ben of wil je dat ik gewoon een supportive coach voor je ben? Ja. En dat we merken dat als mensen voor streng kiezen, dat ze dan veel meer feedback accepteren daarna dan als ze er niet, want dan hebben ze er eigenlijk zelf voor gekozen. Ja, dus wij zeggen wel eens van, alle trucen zijn eigenlijk al bedacht. Grappig, maar het is alleen nog de vraag van, hoe gaan we ze inzetten? Dan is het tone of voice, gaat op een gegeven moment heel belangrijk. Het is natuurlijk, de marketing is van nu voor heel veel bedrijven ingericht op zoveel mogelijk geld eigenlijk uitgeven. En misschien kunnen we diezelfde trucen wel gebruiken voor tegenovergestelde. Ja. Hey, je zei net al, dat fascineert me dan toch, heel veel van de fintech-startups, sowieso heel veel technologie-startups, dat gaat over het grote geld en exits en noem maar op. Ik heb echt bij jou het idee, en je noemde tussen neus en lippen ook even door dat jouw vader wethouder was in Zoetermeer, geloof ik, met als verantwoordelijkheid juist schuldhulpverlening. Ja. Ik heb het idee dat jij dit echt heel belangrijk vindt. Dat is ook zo. Ja, maar dat vind ik mooi. Ah, dat is ook zo. En ik denk, kijk, we hebben deze gesprekken ook wel eens met gemeenten. En we hebben een soort kerngroep eigenlijk boven al die werkgroepen. En daarin zitten de grote gemeenten. En die hebben met ons ook, die kunnen meekijken met ons in de kosten. Dat vinden ze belangrijk. Maar we geven ook wel, er moet ook gewoon geld worden verdiend. Want we steken ongelooflijk onze nek uit. Ja. En dat snappen zij ook. Maar we zeggen ook, maar het moet wel in balans zijn. Het moet zijn dat alle mensen die hier in werkgroepen met ons meewerken, dat zijn er iets van 60, dat die hier allemaal een goed gevoel over hebben. En zoiets hebben, dit klopt. En dus ik denk dat dat een goede balans is. Ik vind geld verdienen en impact maken, dat zijn 2 dingen die juist wat mij betreft samen moeten gaan. Want op het moment dat er geen geld wordt verdiend, dan is de impact ook heel kwetsbaar. Ja. Dan is die ook zo weer weg op het moment dat de economie misschien wat minder goed gaat. Ja. Dus ik denk dat dat in balans moet zijn, anders dan is het gewoon niet houdbaar. Maar het moet wel een balans zijn. Ja. Maar jij denkt ook echt als resultaten van jullie inspanningen straks aantonen dat mensen met een kwetsbare financiële positie echt er wat aan hebben, weet je, dan gaan we jullie de vlag uit. Ja, zeker. Ja, zelfs bij kleine overwinningen moet af en toe al een beetje de vlag uit. Want het is soms best wel lastig om als
jonge fintech onderneming te ondernemen met soms instanties die wat iets bureaucratischer zijn. Ja. Ja, dat horen we trouwens van alle fintechs aan tafel. Hè? Ja, dat lijkt de meeste, een hele moeilijke wereld. De meeste schurken inderdaad aan tegen een bank of een andere partij met alle licenties en de expertise. Want eigenlijk is het niet te doen. Hè? Het is lastig, maar helpt is dat er een hele grote groep mensen is met heel veel ervaring en ook echt wel heel veel... echt een autoriteitspositie in dit domein, die echt zeggen dat dat buddybankieren de revolutie gaat ontketenen. En dat geeft ons heel veel energie en onze ontwikkelaars heel veel energie, dat we echt op de goede weg zijn. Maar dat zorgt er ook weer voor dat er heel veel andere partijen zoiets hebben. Hé, we moeten nu ook wel even, als we A zeggen, moeten we ook B zeggen, want anders dan verdwijnen dit soort initiatieven ook weer. Hey, jouw ontwikkelaars, dat zijn ongetwijfeld goede ontwikkelaars. Goede ontwikkelaars kunnen overal aan het werk. Trekken jullie je mensen ook op die manier aan, zeg maar, die een soort sociale betrokkenheid hebben? Of hebben jullie een andere uitdaging voor ze? Nee, absoluut. Ik denk wat interessant is dat wij met hele nieuwe technologieën werken. Ze noemen dat bij ons een greenfield. Hè, dus het klopt allemaal. Ik denk dat ontwikkelaars vinden dat heel fijn, merk ik. Wat is er nieuw aan de technologie? Kijk, die PSD2-integraties. We werken bijvoorbeeld met een .NET Core. Ja. En dat is het nieuwste van het nieuwste. We werken met Microsoft Azure, waar je ontzettend veel mee kan. Het is voor ontwikkelaars prettig om één met ontzettend ervaren ontwikkelaars te werken. We werken inderdaad met ontwikkelaars. Nou, die zouden misschien wel twee keer zoveel kunnen verdienen. Ondanks dat ze bij ons een heel mooi salaris verdienen, moet ik zeggen. Maar het is inderdaad een ongelooflijke krapte. Dus programmeurs vinden het fijn om met hele slimme programmeurs te werken die meer ervaring hebben dan zij. Dus dat hebben we mee. Ze willen een goed salaris verdienen, want anders dan kan het allemaal kloppen. Maar ja, dan heb je gewoon een heel slecht verhaal. Het liefst met nieuwe technologieën. Er moet niet te veel legacy zijn. En je wil iets toevoegen. Nou, en dat toevoegen, ik merk dat is bij ons, bij iedereen heel belangrijk. Maar die andere factoren zijn ook heel belangrijk. Ja. Johan Schaap zegt, wat doen jullie iets met de data? Hè? Jullie kunnen bijvoorbeeld straks iets zeggen over welke diensten, producten wel problemen opleveren, minder problemen opleveren. Wat doe je met geaggregeerde data? Op dit moment niets. Omdat we er zoveel vragen over krijgen dat we dachten van, we kunnen maar beter even niets meer doen. En je kan er natuurlijk ongelooflijk veel mee, maar dit is een heel heet hangijzer. We krijgen hier echt heel erg veel vragen over, ook in artikelen, op basis van het artikel van de Volkskrant. Ik zag er al een paar. Heb je autoriteit persoonsgegevens op bezoek gehad? Zeker. Dus we hebben hier, het is een heel heet hangijzer. Alle gemeenten hebben zoiets, een van de werkgroepen is de werkgroep Privacy and Security. Ja. Nou, dat vindt iedereen de belangrijkste werkgroep, maar vervolgens wil niemand erin. dus dat zijn een beetje van die maffe dingen. We hebben nu gezegd, voor ons is dit heel glad ijs. Het klopt, het voldoet aan alle eisen die aan ons worden gesteld. We hebben twee compliance mensen, dus voor zo'n kleine club is dat een ontzettend... drukt dat heel erg zwaar. Twee van de elf. Ja, dus dat drukt heel erg zwaar. Maar alles moet kloppen en het wordt geaudit, dus... Nou ja, de hele PSD2-discussie was natuurlijk één grote tumult over privacy. Ja, het absoluut. Ging alleen maar over privacy. Kijk, en ik denk ten dele ook zeker terecht. Ja. Maar wat wij continu doen is, we vragen aan een gebruiker, wil je op die manier geholpen worden? Dat betekent, ik zei zet en geef je daar toestemming voor. Dan zegt iemand, ja. En dat is natuurlijk waar je continu naar op zoek bent. Wij hebben een hele laagdrempelige communicatievorm via de chatfunctionaliteit en dat helpt ons heel erg. Maar het blijft dat iedereen er zoiets heeft, dit is heel gevaarlijk. Als we hier één uitglijder op maken, dan kunnen we wel inpakken. Ja, daar ben je heel erg van bewust, denk ik. Ja, dus daar zijn we ons heel erg van bewust. Dus dit soort dingen, en denk ook aan vaste lastenleveranciers vergelijken. Eigenlijk al dat soort dingen die hierbij direct opkomen. Ja, we hebben daar gesprekken over gevoerd. Die willen graag heel veel meer weten van die klanten. Precies, en we hebben besloten, we doen het op het moment allemaal even niet. Het belangrijkste is dat we nu een hele sterke basis hebben om mensen te helpen. En dan gaan we daarna stapsgewijs met de gemeente in samenspraak wel verder kijken. Als je tegen mij zou zeggen, we doen het op dit moment allemaal even niet. Dan denk ik, Dan denk je? Dan denk ik, dan gaan ze het dus straks allemaal even wel doen. Maar kijk, nogmaals, het werkt op basis van toestemming. Ja. Dus een kerncomponent voor ons één is vertrouwen. Als dat weg is, dan kunnen wij wel inpakken. En wij bouwen dat in door om toestemming te vragen en door dingen heel goed uit te leggen. Ja, maar je bedoelt ook, we doen het niet tot we het zo op zo'n manier
wel kunnen doen, ja, dat het ook voor onze eindgebruikers. Je moet je ook afvragen of acceptabel, ja, totdat het ze helpt. Want ik geloof dat je bijvoorbeeld met het vergelijken van vaste lasten, dat je 300-400 euro per jaar zou kunnen besparen. En dat het misschien nog wel een stuk meer is. Nou, dat is voor mensen die weinig geld hebben, is dat, kan dat een heel groot verschil maken. Straks gaat de buddy-app tegen mij zeggen, goh, heb je al overwogen te veranderen van de energieleverancier? Nou, of eerst vragen van, sta je ervoor open om daar advies op te krijgen? Op goedkopere vaste lasten, bijvoorbeeld. Ja. Nou, als je dan zegt ja, nou, dan zegt... Maar dan, die andere start-up die wij hebben gehad, die doet dat namelijk wel. Ja, die doet het wel. Ja. Nee, maar dus dat kan, maar het gaat er heel erg om. Ik kijk, maar die zit niet in de schuldhoek. Het sentiment wat je gaat krijgen is, dat zijn kwetsbare mensen. En er is nu een club die toegang heeft tot hun gegevens. En wat doen ze ermee? Nou, geloof me, daar zitten bij ons heel veel gemeenten aan tafel. En die zijn hier heel strikt. Ja. En wij doen dat op een hele nette manier. Maar we blijven wel gewoon kritische vragen stellen. Ook aan de gemeente. Van, hey, maar dat is misschien een eng onderwerp. Maar zouden we de inwoners er niet ontzettend mee kunnen helpen? Ja, we hebben Dime hier gehad aan tafel. Daar heb ik het namelijk over. En wat zij doen is, zij kijken naar mijn rekeningen. Zij helpen mij juist om te zeggen, joh, je hebt nu deze energieleverancier, zeg maar. Ja. Nee, dat is natuurlijk een mooie PSD2 toepassing. Ja, heeft de Belastingdienst jullie al gebeld? Die schijnen een issue te hebben met toeslagen. Ja, ik had zoiets begrepen. We hebben al heel lang heel veel contact met de Belastingdienst. En mijn persoonlijke mening is dat de wil er absoluut is. Maar soms het gaat gewoon niet hard. Ze hebben daar te maken met zoveel verouderde systemen. Heel veel problemen tegelijk, ja. Dat we hebben ook wel echt een mailtje gehad, echt vanuit Jaap Uilenbroek zelf. Die zei, het is niet dat we niet met de buddy app aan de slag willen of met dit soort ontwikkelingen, want we willen dat wel, maar... fijn. Dat is in ieder geval wat wij ervan gemerkt hebben. Wij kunnen toeslagtoetsing doen zonder de Belastingdienst. Het zou alleen zo fijn zijn, en dat is wat wij graag willen, is dat we het ook direct aan de Belastingdienst kunnen doorgeven voor iemand. Dat iemand niet ook nog eens naar mijntoeslagen.nl moet gaan en het daar zelf moet gaan. Ja, maar die hele rel van de afgelopen periode. Nou ja, uiteraard, dat zit hem in toetsing. Ja. Het half uur is alweer om. Leuk. Ik vind het heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe het jullie vergaat. Ja, super. Ja, mooi. Wel weer lastig dat je die ingewikkelde regelgeving even tussendoor weer krijgt, waar je niet van tevoren op gerekend. Ja, zeker. Zeker. Dat is wel even, een dingetje. Even doorbijten. Ja. 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 Maar goed, net wat je eerder zei, als je er doorheen bent, dan is het ook... Zo is het ook. Dan kan de champagneflessen ontkurkt worden. Ontzettend bedankt. Veel succes ermee. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor het bier, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. Dus volgende week weer. Dag.